Wie heeft rode kabels? Ben ik benieuwd of je die dadelijk ook teruglegt, die rode kabels. Dat ik die echt moet kiezen. Even kijken, 89 is broken. Dan heb ik nog een RX560. Is net iets beter te zien. Een klein beetje, maar ik kan hem liggen, dus dat is goed erin. Die weer. Daar geen stroom op. Ga mee. Goed, 3700. Plaats om te het pitje vol. Mis mee. 75. Oh, was wel een beetje een straatje. Wacht. Er is een X299. Zo besteld al. We zijn allebei onderweg, oké. Op deze manier kan ik de power-ups aanzetten. De girl die heeft nu purchased power-ups. Oké. Wat voor installeren? Al monitor misschien. Ik had eerder verwacht dat dat iets is voor stroom, maar
zrup. Dus dan zou het wel in de shop moeten zitten. Oh, paaltje bovenaan power-ups. Nou, kost allemaal 2000 aan. Ah, dat is handig. Dan ga ik die dadelijk als eerste doen. Nog een scheurteken aan. Dat is ook handig. Ik heb nog geen 2000 op het moment. Dus wordt tijd dat we gaan stappen. Hier ook in de gaten houden dat ik dadelijk 800. Wat moet ik doen? Oh, ik heb dat stofgrond erbij gekregen. Want ik zei dat was toch 500. Hop, die aan. Hier een scannertje er weer op zetten. Trying to wind round the elephant, leaving the scene, they ain't finding no evidence.
5 drop en dus een $15 meer waard. Hier moet ik nog een hele hoop in bouwen. Moederbord, dat was die. Broken. Ja, dat moet wel dead zijn geweest, hè? En niet super moeilijk. U. Hetzelfde. Virus kan een shield erop. Ik ben vergeten. Omhoog op die, oké. Van de OCC dan laat ik draaien, want we hebben de CPU geoverklokt. Langs dat het bij 100 MHz is, maar. Doei.
Zo. 295, bijna 300 watt. 100. Ja, we komen er wel. Ik ga voor de zekerheid gewoon op 13 op. Oh. Die ook allemaal te koop. Dan... Oh, we hebben nog eentje. Een stukje toekees burger, eentje. Wat extra stickers op. Moest hier wel kreden. Moesten twee terra in die we. Nou, dat was moeilijk. Er waren wel twee bakplekken dit keer. Veel werk nodig hadden.
wat is deze? Tada, dat is Chuck van Chuck Woods Chunking and Chopping Services. Wauw. Anyway, I digress. The PC we use in Woods Chunking Factory has become so full of wood pictures, files, all data, general rubbish. And clone the existing one so I don't lose data. Okay. Operating system cloning. OS cloning is a method of copying an operating system from one hard drive to another. You need an OS cloning USB drive for this, so we have added one to the tools in your inventory. You can install the app directly from the USB drive. Ja, met die 480 bestellen. Heeft hij nou inzetten? 2 tera. Hoe wil ik die dan klonen als die al te klein is? Oké, zal wel. Data Ultimate. En 69 is de andere. Wel een hartstikke duurder. Parts budget $200. Nou ja, dan krijg je die. Als je niet meer geld voor parts geeft, dan kan ik ook niet een betere ATD voor je kopen. Hey, my name is Eden en I am the number one animal fan in the world. Oh ja, fijn voor je. I have a PC, I used to play Baboon the Coon. It's pretty great, but because my sister built it for me and she knows all about computers. But benchmark 2000. Ach. Vijftig. 1700X. 66. Ik ga wel eerst gewoon accepten voordat ik onderdelen. Toch niet echt een tijd bij. Oké. Nou, wat voor een pers heb je dit keer weer? Dan elke keer wel rond diezelfde prijsrange, hè? Kort. In. Just die ik zo bij kan. Dan heb ik al direct de goeie. Jawel. Kan ik vanuit hier. Ik zou willen dat ik hier gewoon een icoontje had dat ik ook gewoon direct wat nieuws kon kopen. Dominator plat 8 GB 66.
gekocht. Even daar neer. Hier kapot. Dan kan ik eventueel wel al dat moeder pop bestellen. Even kijken wat het ding heet. Hey Jeffrey, goedenavond. Wat hebben we hier? Oh, dat is de. Ja, rustig aan hè. Wekens door de midden. Tot nu toe arrangeer ik me helemaal prima ermee. Hier die waterkoeling eens even omzetten. Naar een beeld. Zoveel waterkoeling doen we op het moment toch niet. Laat ik daar deze opzetten dat ik het moederbord in ieder geval vast kan bestellen. Een Mech Red 94i. Het is ja, gewoon vernieuwend ten opzichte van de origineel. Onderstreep blijft natuurlijk hetzelfde. Zo. Daar hebben we dingetjes aangepast, wat leuke dingetjes toegevoegd. Dat staat helemaal vol. Oké. Die mails hadden we ook al in behandeling. Dan moet ik nog kijken wat ik daarvoor nodig heb. Die is klaar voor de verkoop, maar ik heb geen ruimte. Oké. En D. Ik zit te denken om het te halen. Ja, wat was het? 23 euro of zo? Een pre-purchase. Volgens mij 25 euro of zo gewoon. Dus dat valt op zich allemaal wel mee. Weer al een rammetje uitgetrokken, zo te zien. Ja, 52. Ik weet, deel 1 heb ik behoorlijk wat uurtjes in zitten. hier moet ik graag niks te doen, dat was een PC van mij geloof ik, hè? Ja, custom PC. Ik heb ook deel 1. Als je die leuk vond, vind je deze ook leuk. Zo simpel is het. Mm-mm.
prima draaien en de VR-scanner ook. Als dat ons meer geld oplevert. Ja, in principe had je dat in de oude ook, hè. Dat je op de duur spullen kon opkopen en je eigen PC's kon bouwen. Die kon je dan op wat verkopen eigenlijk. Zo zat dat in deel 1. Dus technisch gezien ziet het er nu wat anders uit. Maar onder de streep blijft het hetzelfde. Nou, mooi draaien. Even hier gaan kijken. Als eerste de weerscanner draaien. Klopt, maar ik ben om zelf dat gewoon aan. En custom build. Deze draaien. Ik ga hem even draaien, zie ik dat ik al een blue screen heb. Alle vier zijn verkocht. Mooi. Zal ik weer plaats voor een paar PC's neerzetten. Testresult zal klaarstaan. Dan een beetje verf op. Ook weer meer geld op. Nou, we hebben een custom modded PC. Ik ging allemaal een naam geven, dus pak gewoon een benchmark score. Prijs 9,15 als we hier 1000 zetten. Procent kans. Ja, dus dat ik eigenlijk wil dat hij verkoopt. Ik heb niet in een blue screen gevallen, dus dan kun jij hier gaan draaien. En dan gaan we hier eens even kijken. Voeding. En doen zo'n klein moederbordje erin. Waarom? Waarom zou je dat überhaupt willen?
3 achter 5. Dus op een 3 punten boven, ja. Een kans. Je hebt ook overleefd. Puntje mag draaien. Zo'n PC, die is als goed is klaar. Laat die al aangemaakt op de benchmark na. Dat hadden we toen nog niet. Steeds. Zo, die kan ook even draaien. Oh ja, je moet terug. Aansluiten, dat doet niet. Dat heb ik. Weg hoeft het dat ook weer niet. Maar niet. Ik moet de app installeren van mijn gewone USB drive en daarna moet ik een USB clone drive erin doen. Wat?
Muito peixe aí. Left click, go to next and list. Zo, en dan kies je de nieuwe dan. Zekerheid. Nog stukje daar niet om vroeg. Dan zou ik ook de 4-scanner draaien voordat ik ga klonen. Dat is ook wel waar. Ja. En wel weer een beetje klaar. Dat we de 3000 mark raken. Kijk, dat is een betere oil. Als je nog een paar keer de kabels eraan uit gaan hangen. Nou, mag niet. Verdorie, ik denk toen denk kijken of ik kan overklokken. Nog bij blijven ook. Toch wel eens. Ja. Dat niet dom te gaan betalen.
heb u. Dat betekent dat ik heb u beste mogelijk kan. Wat wil die eigenlijk daarmee zeggen? Geen idee waarom dat op die pc moet, want dan ga ik het toch niet bestellen. Beetje raar. Maar dan zeg ik van ga naar je office pc, doe het daar. Hebben ze wel goed gedaan trouwens met die benchmark. Ik weet ook niet of dat echt is. Nou, oh, kan ik niet eens geloven. Nou, blijf maar even vanaf. Zijn benchmark ook gehad. Bungle Application Unlocked. Bungle is een review site waar je customers will rate you and leave you feedback, both good and bad. You can see your current rating out of 5 stars at the top of the screen. A better rating will make more varied and lucrative jobs available. Install the app to see what your customers are saying about you and try to keep them happy. Hidden objectives. Customer reviews are fickle things and people are not always upfront about what they want. Keep an eye on what the customers say in their emails as they often mention hidden objectives. Make sure you do a good job or your Bungle rating could suffer. Thermal application user. Oh. Nou, zo. Ik wil die Bungle app vast eens even installeren. Omdat oude site is geweest. Was chipped? Oh, wat? Best goed uit alvast. Oh. Even opbouwen. Even kijken, die hebben we voorbesteld. Wat hebben we hier? Hi man, thanks for the terabyte. It worked very well indeed, perhaps too well. So occupied in watching live camera feeds that I forgot to check the weather forecast. That it was subject to a quite large storm. Ow.
Moment that was such a fine example of a pinguous fetus. The next there was a loud pop and all the camera feeds went offline. And a look out of the window and there was a large cloud of smoke coming from the tree where I was keeping the computer. I finally got it indoors, but it's not turning on at all. Oh, Fox and Rico's chat tell me that power supply and more pop are more likely to be fried. I'm probably need replacing. And hopefully it can be repaired as it captures some fascinating footage of a lesser spotted gobbler. Moederbord en PSU. Alright folks, it's the little saloon down the road. Nice to see new business open on our high street. Remind me to bend your ear about those council parking rates when I got a chance, will you? I'm telling you, they bleed our customers dry before they even get in the door. Anyway, you work with computers, do you? I might have a job for you if you're interested. Always useful to have friends in the area, isn't it? I bought a computer to manage our client database and for the odd game if there are no customers in, no home and that. But we're a bubbly bunch over at QE Cuts. And I want it customized to fit our image. I will not have an ugly box of computer in my saloon, it's bad for business. Could you be in here and paint it purple? Maybe get some nice hearts stuck on the two? That will be gone. Just don't paint over the glass. Let me know if you're interested, love. I can drop it off at shop when I go home tonight and pick it up tomorrow evening. Sure, we can manage a day without. Ja, dat gaat wel lukken. Die kan weg. Level up. Greetings. Who would have thought your own your old uncle would end up walking the hippie trail, huh? Well, I had a sudden urge of some me time away from the squawking of pushing insurance agents, so I booked an impulse flight to India and holed up in an ashram just outside Delhi. An old mate of mine runs the place and he's going to help me find my authentic self, away from the distractions of modern life, economic pressures and the vibe-killing possibilities of jail time. It'll be fun. In the meantime, I thought it would be better to remind you not to neglect Bangle. We had a nice rating last year and I would hate to see that it dip again after the fire. Get it installed, check it out and don't want to see it get stuck with just cleaning and scanning jobs. Well, back to the hunt for enlightenment. These chakras won't open themselves. Andere woorden. Ik ga het gewoon niet veranderen. Dat is even vers 2. Even kijken wat voor spares hebben we. Weer een voeding. Dagger Pro 550. Kan ik in ieder geval vast desnoods bestellen. Hier B450i. Dark Silver 16-2800. X-70. Maar hè. Gewoon een crit gaan zetten is nooit erg.
op dat kopen. Spullen zijn er wel morgen pas. Wel, de PC is vast op de balie zetten. En dat komt ook morgen pas. Oh, daar had nog een PC staan. Oeps. PC is dit dan? Oh, dat was waar dat moederbord van kapot was. Die juni. Fijn, dat was hem weer. Als het goed is komt alles morgen binnen. Ik kan wel even kijken nog voor wat power-ups. All screws, oké, wacht even. Auto cable. Laten we het screw doen. Deze. Zo, het geld wel bijna op, maar ik krijg dadelijk geld van de verkoper. Plus ik heb de onderdelen en zo allemaal besteld voor de komende dag. Ik heb nog gezegd voor de rent. Zou het perfect moeten zijn. Gekocht. Het zal wel. Wat hebben we nu net uitgetrokken? Oh, die moest erin. De renner. Laat ik maar even draaien. Wat hadden we hier? Nee, ook een moederbord kapot. Moet ik even wachten, daar hebben we ook al een moederbord kapot. We hebben de voeding kapot. Hiermee kunnen. Wordt verhogen, denk ik niet dat gaat lukken.
Even kijken wat we verkocht hebben. Alle vier, mooi. De virusscanner, overklok. Dus dat is leren zijn ze vast aan het testen. Oh ja, dat dacht ik al. Ik ga een beetje terugschroeven. Stapjes terug. Niet goed. 2 stapjes terug. En was dit redelijk origineel waar we...